Tot slot, waar brengt ons dat? Waar brengt deze hele uiteenzetting? Waartoe leidt dat? En ongewild moet ik denken aan de mop, die iedereen wel kent, van de drie blinden die zich rond een olifant bevinden, op een verschillende positie rond een olifant bevinden, en waarbij een buitenstaande vraagt, ja, tja, dat is nu een olifant, hoe zou je een olifant omschrijven? En de eerste blinde die de staart vastgeeft, die zegt, ja, een olifant, dat is dat lijkt op een borstel, op een kwast. En de andere, de tweede blinde, die bij de poot staat, die de poot betast, zegt, ja, een olifant lijkt toch wel goed op de stam van een boom. En de derde blinde bevindt zich bij de slurf en zegt, ja, een olifant, dat lijkt mij meer op een rubberen slang te zijn. Of op zo'n slang die brandweermannen gebruiken. Tot zover de mop. Maar ik wil daarmee eigenlijk ook nog de overstap maken naar een boek dat bijzonder verhelderend is op dit vlak. Namelijk een boek van Brian McGee en Martin Milligan, twee filosofen, de ene ziende, de andere blind, een boek met de titel Beelden van een blinde filosoof. En waar gaat het over? Het bespreekt breeduit het wereldbeeld. Dus met het wereldbeeld bedoel ik dan het fysische wereldbeeld, niet de ideologie, maar het fysische wereldbeeld, de kennis, die de kennis baseert, van enerzijds de blinde filosoof en die zich afvraagt, van enerzijds de ziende filosoof, die zich afvraagt hoe de blinde filosoof zijn wereld heeft. Op welke mate, op welke manier dat hij zijn kennis baseert, want hij kan iets zien. Een bijzonder verhelderend boek, die ik zeker aan iedereen zou aanbevelen en dat ook in het Nederlands bestaat. Dus Beelden van een blinde filosoof. Daaruit mag blijken dat wij, in ieder geval de ziende, het wereldbeeld al te zeer identificeren met het visuele, met het zien. Terwijl Martin Milligan een wereldbeeld geeft dat gebaseerd is op het tactiele, op heuren, op geluiden. Hij hoort ruimte. Eigenlijk horen wij dat ook, maar we gaan daar al voorbij. Als wij in een kerk staan, dan heeft een kerk een ander geluid, een ander ruimtelijk geluid, dan als wij in een klein kamertje staan. Hij voelt zijn wereldbeeld, wordt onder andere gevoed door temperatuurverschillen, door ruwheid van oppervlakken, enzovoort. Dus een compleet andere manier om een wereldbeeld te hebben. En het hield verband ook met de mop van de olifant, omdat we moeten ons voorstellen dat we eigenlijk in een donkere ruimte zijn die we aftasten. En op die manier dus een beeld maken. Detail. Martin Milligan, de blinde filosoof, wil absoluut niet geweten hebben, dat zijn wereldbeeld minder waard zou zijn, defect zou zijn, minder valide zou zijn, ten opzichte van dat van de ziende. Goed. Nu, naar ons toe vertaald, wat heb ik in deze uiteenzetting gebracht? Eigenlijk twee belangrijke takken. Aan de ene kant de fysiologie, en voor mij, zoals ik eerder al zei, is dat het belangrijkste, omdat de fysiologie, dat is het instrument. En je kan met een instrument, kan je maar bepaalde dingen doen. Er is een instrument opent mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn tegelijkertijd de grenzen van de beperking. Als je een sleutel hebt, dan kun je daarmee een deur openen, een gepaste deur openen. Maar je kan er ook niks anders mee. Wel nu, op dezelfde manier moeten we onze zintuigen, onze waarnemingsinstrumenten bekijken. Het opent mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook stelt het de grenzen van die mogelijkheden vast. Het wereldbeeld dat we daaruit construeren is dus belichaamd. En dat is voor mij de belangrijkste pijler. Hoe je daaruit geraakt, er zijn dus mensen die pretenderen de wereld te kunnen kennen zoals die daar werkelijk is. Hoe dat mogelijk is, gelet op deze beperking, is mij een absolute raadsel. Je kan dat wereldbeeld ook beschrijven
als het geheel van indrukken op de huid, op de grens, op de mogelijkheden van de gevoeligheden. Dus wat is het wereldbeeld? Dat is het geheel van indrukken. Wat zien wij? Wat nemen wij voor waar? Niet datgene wat daar werkelijk zo zou zijn, maar het geheel van gevoeligheden, het geheel van indrukken op de huid van de gevoeligheden. Zoals de Engelsen zeggen, de bottom line. Wel, als bottom line wil ik afsluiten met het volgende. Ik wil terugkomen op iets dat ik bij de aanvang van deze uiteenzetting heb aangevoerd. Namelijk, dat ik liever de term waarneming niet gebruik, maar eerder spreek over gevoeligheden. Wel nu, ik wil dat terugnemen. Waarom? Omdat waarneming voor waargenomen precies uitdrukt waar ik het in deze hele uiteenzetting over had. Het is te zeggen, we nemen iets aan voor waar. Met de nadruk op, we nemen het aan. In tegenstelling dat het een ontologische, absolute zekerheid zou zijn. Het is te zeggen, het is daar ook zo. Nee, we nemen aan dat het zo is. Dus, voor waarneming krijgt hier zijn definitie die hij verdient, die hij ook letterlijk uitdrukt. Namelijk, we nemen iets aan voor waar. Maar, waar blijven we nu met het naïef realisme? Het naïef realisme, dat stelt dat de wereld zoals we die voor waarnemen, daar ook werkelijk zo is. Het mag blijken uit deze uiteenzetting dat we hier eigenlijk te maken hebben met een collectieve illusie. Een collectieve illusie, betekent dat dan dat het waardeloos zou zijn? Helemaal niet. Waarom is het niet waardeloos? Omdat een collectieve illusie wordt de werkelijkheid als ze ook voor werkelijk wordt gehouden. En wat is inderdaad het geval? We delen die illusie. En ons hele leven is gebaseerd, is georganiseerd op de illusoire gedachte, de illusoire premisse, dat wat we voor waarnemen, daar ook werkelijk zo is. Ik dank u voor uw aandacht.